De huidige COVID-19-situatie in het land baart de regering zorgen. Vanmorgen tijdens de regeringspersconferentie heeft vicepresident Ronnie Brunswijk zijn bezorgdheid geuit over het groeiend aantal besmettingen en doden per dag. Dit legt een zware druk op de zorgsector. Ik weet dat velen in de gezondheidssector en ook daarbuiten heel hard hun best doen om strijd tegen deze dodelijke ziekte tegen te gaan. Mijn dank en waardering vooral aan deze groepen van mensen en zeker ook voor het verplegend personeel in het ziekenhuis dat onvermoeidbaar het werk doorzet om levens te redden. Ook de weigering om gevaccineerd te worden is een zorgpunt voor de regering. Er zijn nog steeds veel individuen in de samenleving die zich niet willen laten inenten tegen het coronavirus. Volgens hem moet de informatiestroom naar de samenleving toe worden opgevoerd. We moeten onverkort doorgaan met het geven van voorlichting. We moeten niet moe worden om tot onze collega's, familie en vrienden te praten en hen aan te sporen om zich te laten vaccineren. Wij hebben enorm waardering voor het onvermoeide werk dat de medische zending doet in vele gebieden in het binnenland op het gebied van voorlichting over het coronavirus. Misschien moeten wij naast deze vormen van voorlichting ook naar andere mogelijkheden kijken om met name dit deel van de samenleving te benaderen. Voor de maand oktober alleen zijn er al 188 besmettingen geregistreerd en 24 doden. Intussen zijn 173.446 personen volledig gevaccineerd. Dat is 36,0% van de doelgroep.